Dus een brug is natuurlijk iets waar je van punt A naar B komt. Maar ik vind de brug ook wel een symbool hebben voor hoe we met elkaar kunnen omgaan. Ook al kunnen we hele verschillende meningen hebben. We kunnen toch een brug naar elkaar toe bouwen. En dan we kunnen ook altijd terug, heen en terug op de brug. En dan kan ik iets van mij geven. En misschien kan die ander iets van... We kunnen zo een uitwisseling doen. Dus het is voor mij ook een hoopvol symbool. Het ook wel een uitdaging voor mezelf, kan ik het kunstwerk terugbrengen naar de elementaire deeltjes en het dan weer ook weer bijna als een soort van begrafenis terug naar de aarde laten gaan, zodat er weer iets nieuws kan ontstaan. Eigenlijk zou het dus een brug worden van kleurpotloden. En dat idee wil ik nog steeds graag uitvoeren. Hopelijk als, want nu is het echt letterlijk grauw, koud, grijs, corona. Het is een nare, donkere tijd. Ik lach erbij, maar het is voor velen een hele zware tijd. En de kleurpotloden zijn misschien een herinnering aan de jeugd, aan kleuren, aan blijheid. Aan uiten zonder dat je daar waarde aan hoeft te hechten of zonder dat iemand daar een oordeel over hoeft te hebben. Een brug naar onze jeugd, naar blijheid en ook misschien een teken van iedereen kan creëren. Ja.